Leidenaren herkennen nieuwe burgemeester van Leiden nog niet. Gedenkpark Rozenburg opent natuurbegraafplaats en brand in jachthaven Waardeiland. Dit is Unity. Welkom bij het Unity Weekoverzicht. Uit onderzoek van Arriva blijkt dat 60% van de senioren in Zuid-Holland niet met de bus reist. Om hier verandering in te brengen is het OV-inloopspreekuur in het leven geroepen. Het openbaar vervoer is voor iedereen, maar voor sommigen kan gebruik maken van het OV lastig of verwarrend zijn. Vooral senioren hebben soms moeite met uitdagingen die ze hebben in het openbaar vervoer. Speciaal voor hen is het OV-inloopspreekuur in het leven geroepen. Wij zijn OV-ambassadeurs die proberen mensen met een lichte mobiliteitsbeperking. Dus dat zijn vooral ouderen, maar kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld het Nederlandse taal niet goed wijs zijn. Om die te helpen met het OV. Iedereen met een vraag over het openbaar vervoer kan terecht bij het inloopspreekuur. Het gaat vooral over... Ik heb geen OV-chipkaart of mijn OV-chipkaart is verlopen. Wat kan ik nu doen? Bijvoorbeeld samenreizen. De samenreiskorting is veranderd kort geleden. Dus dat is best ingewikkeld geworden. En we proberen dan heel rustig de mensen erbij te helpen. Het inloopspreekuur wordt ondersteund door Inclusio Leiden. En wij weten vanuit deze wijk, er is veel openbaar vervoer mogelijk. Maar we weten ook uit ervaring dat veel ouderen het spannend vinden. Dus voor ons was dit een hele mooie binnenkomst om dit samen te organiseren. Mondjesmaat komen mensen vaak bij ons binnenlopen om te vragen hoe het gaat. Of wij merken dat mensen niet naar dingen gaan buiten de wijk, omdat ze dan met het openbaar vervoer moeten en dat dan spannend vinden. Buurtbewoners kunnen op verschillende momenten aanschuiven. We zitten hier elke tweede dinsdag van de maand. En elke vierde donderdag van de maand zitten we in de Merenwijk, ook in het buurthuis. Peter Heikoop wordt de nieuwe burgemeester van Leiden. Dat werd dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering bekendgemaakt. En samen mogen wij Peter Heikoop met open armen ontvangen in onze stad. Hij is hier vanavond aanwezig en stelt zich ook graag voor aan Leiden. Dank u wel. Peter Heikoop is door de gemeenteraad van Leiden voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leiden. Hij wordt daarmee de opvolger van Henri Lenfrink die op 31 augustus 2023 afscheid nam. Wij gingen de straat op met een foto van de nieuwe burgemeester om te zien hoe bekend hij al is onder de Leidenaren. Even kijken hoor, dat is, ja, als slijme dood eigenlijk. Zal iemand van de politiek zijn, maar wie? Geen idee. Ja, ik denk de wethouder uit Leiden. Dat is meneer Heikoop. U bent op de hoogte? Ja, hij stond op Facebook vanmorgen, dus vandaar. Komt hij uit Leiden? Nou, hij komt hier niet vandaan, zie ik zo. Ja, hij ziet er wel heel serieus uit. Waarschijnlijk zal hij zijn werk ook wel gewoon goed doen, denk ik. Hoop ik. Ja, heel bedrommen. Heel. Sympathieke vent. Nou, ziet er correct uit. Deze man ziet er gezellig uit en sowieso rustig. Dus ik denk dat deze meneer geen opdracht nodig heeft. Die kan zijn eigen bonen wel doppen en die komt er wel. Ik denk tot... Tot hij goed moet zijn voor de ondernemers in Leiden. Op 19 september wordt Peter Heikoop geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Leiden. Tot die tijd blijft Peter van der Velde waarnemend burgemeester. Begraven worden in een boomgraf, bloemgraf of een natuurgraf. Het kan nu ook bij Gedenkpark Rozenburg in Voorschoten. Hier werd donderdag de natuurbegraafplaats geopend. De bijzondere begraafplaats bij Rozenburg is de derde natuurbegraafplaats in de provincie Zuid-Holland. Gedenkpark Rozenburg in Voorschoten heeft een nieuwe begraafplaats geopend. Vanaf deze maand is het voor nabestaanden mogelijk om in Voorschoten hun dierbaren te begraven op een natuurbegraafplaats. Ja, een natuurbegraafplaats, zoals het woord al zegt, is het begraven in de natuur. Dus mensen komen te liggen in een prachtige bloemenweide, in een bosstrook. Er kunnen bloemgraven worden uitgegeven, waarmee mensen dus in een bloemweide liggen. Boomgraven zijn beschikbaar, waar mensen dus prachtig, als u hier aan de achterkant kijkt, tussen het struweel eigenlijk komt te liggen. En de keuze heeft uit diverse bomen die geplant kunnen worden op een graf.
Eén natuurbegraafplaats werkt eigenlijk hetzelfde als een normale begraafplaats, alleen zijn de graven met het blote oog niet zichtbaar. In een regulier begraaf is het makkelijk een bepaald plekje van een graf te vinden. Hier is dat wat uitdagender, dus hebben we een prachtig GPS-systeem. De persoon in kwestie kan in een plekje uitzoeken. En eventueel ook later, als er begraven is en het zeg maar wat natuurlijker wordt, dan kun je altijd ook bij twijfel kun je zeggen van nou, waar is een graf gesitueerd? Kun je altijd even nagaan met het digitale apparaat, precies GPS-locatie, en dan weet u waar het graf aanwezig is. Wethouder Hubert Schokker mocht de begraafplaats openen door middel van het strooien van zaadjes op een van de mogelijke locaties van een graf. Om een natuurbegraafplaats in Voorschoten te hebben, is vrij uniek. Ja, het is maar op een zeer beperkt aantal plekken in Zuid-Holland. Überhaupt in Nederland is het ook beperkt. Maar er zijn wel steeds meer mensen die hier ook voor openstaan en die dit graag willen overwegen. En ja, zeker op zo'n, we hebben hier toch vrij veel ruimte. Het is hier natuurlijk heel rustig. En we hebben hier een heel mooi veld tot onze beschikking staan. Dus dat is ook de reden dat de gemeenteraad, ik denk een maand of twee geleden, heeft besloten om de natuur ook natuurbegraven te gaan aanbieden. Het gebrek aan natuurbegraafplaatsen was reden genoeg voor Rozenburg om er één aan te leggen. Ja, en je wilt toch je begraafplaats uitbreiden met de dingen die momenteel ook spelen. En dat is ja, onder andere natuurbegraven. De natuurbegraafplaats is per 1 juli in gebruik genomen. Bij jachthaven Waardeiland aan de Oxfordlaan in Leiden is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken op meerdere boten. De hulpdiensten werden rond 1 uur 's nachts gealarmeerd voor de brand, waarop men met spoed ter plaatse is gekomen. Bij aankomst van de hulpdiensten waren 3 sloepen volledig in brand komen te staan en was er sprake van metershoge vlammen. De brand veroorzaakte flinke zwarte rookpluimen die in de omgeving zichtbaar waren. In totaal hebben 8 boten in brand gestaan, waarbij flinke schade is ontstaan. 3 boten zijn volledig verwoest. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Zoeterwoudenaren die op zondagochtend een vers broodje willen halen bij de supermarkt, moeten uitwijken naar naastgelegen dorpen. Volgens de huidige winkeltijden van Zoeterwoudse winkels, vastgesteld door de gemeente Zoeterwoude, mogen zij de deuren pas openen om 12 uur. Tijd voor verandering, vindt Mike van Es van Progressief Zoeterwoude. De winkels in Zoeterwoude willen graag langer open op zondag. Dit verzoek bracht Mike van Es van Progressief Zoeterwoude donderdagavond naar voren in de raadsvergadering. Als ik de hond uitliet op zondagochtend, dan zag ik dat de winkel genoeg gesloten was en pas om 12 uur zijn deuren openden. Waardoor er veel mensen voor een dichte deur stonden om lekker de broodjes te halen voor zondag. Die dan uitweken naar onze buurtgemeente Leiderdorp om dan bij de Lidl de broodjes te gaan halen. Nou, dat vond ik wel een gemiste kans. Dus ik had van de vinjahouder van de Jumbo vernomen van joh, kunnen jullie als gemeente er iets mee om de openingstijden te verruimen? Ik heb gezegd dat ik daar wel iets voor voerde en dat ik daar ook wel de wethouder daarop wilde aanspreken. En dat is donderdagavond ook gebeurd. De huidige verordening is ruim 10 jaar oud en ook de wethouder ziet in dat het tijd is voor een update. We willen voorkomen dat winkels niet mee kunnen gaan in meer omzet halen en daarmee ook rendabel zijn. Want ja, het laatste wat we willen is dat winkels verdwijnen en net over de gemeentegrens dan hun winkel alsnog gaan exploiteren. En we vinden het belangrijk ook dat onze inwoners bij die winkels hun boodschappen kunnen doen en dat ook kunnen doen op de tijden dat ze dat zelf willen. Voor de eventuele nieuwe openingstijden wil de wethouder zich vasthouden aan de landelijke norm. Nou ja, als college hadden we voorgesteld om redelijk in lijn te blijven met wat we hadden. Daarin hielden we ons eigenlijk aan de landelijke norm, behalve op zon- en feestdagen. Daar zeiden we, op zondag kun je open zijn van 12 tot 6. En daarbuiten kun je vergunning aanvragen bij het college. En daarvan hebben we nu in de raad het gesprek gevoerd. En de raad die voelt er meer bij om ook de ambtelijke organisatie wat meer te ontlasten eigenlijk. Om die tijden daarin ook te verruimen, zodat we daar weer gewoon aansluiten ook bij wat je ook in de omgeving verder ziet. De Reineke Boulevard die is voor een groot deel Zoeterwoude, maar ook voor een klein deel is dat Alphen aan de Rijn. Nou ja, die hebben een eigen winkeltijdenverordening. En ja, als dat allemaal afwijkt en iedereen daar zijn eigen openingstijden op kan houden, dan wordt het ook gewoon heel onzinnig. Dus het is ook gewoon tijd om de verordening voor winkeltijden te herzien. De raad is verdeeld over het aanpassen van de openingstijden.
In september zal een besluit worden genomen. Ik had het graag gezien vandaag om een besluitvorming erover te nemen. Maar we hebben het er in september nogmaals over. En dan heb ik een goed gevoel erover dat het raadsbreed wordt aangenomen. Tot zover het Unity Weekoverzicht. Je blijft op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar via onze website www.unity.nu, radio en televisie. Natuurlijk kan je ons ook volgen via onze socials. Zoek dan op unity.nu en klik op volgen. Nog een hele fijne dag. Dit is Unity.